Voor de mensen die dit met een alcoholisch glaasje opkijken, denken dat ze misschien dubbel kijken. Maar het zijn er toch echt twee, de gebroeders Jansen. Hoe kijken jullie naar de wedstrijd? Ja, jij zegt net het was spannend. Nou, dat was uiteindelijk ook of de 2-2 zou vallen. Hè? Want dat, het was denk ik voor ons prima als je Kaukwanse verhouding kijkt. Ik denk dat wij uiteindelijk 8 volledige kansen krijgen. En er uiteindelijk eentje maken, die 2-1, dat is een beetje onze redding. En dat is geen eens een goede kans eigenlijk die we benutten. En voor de rest, het is heel ongelukkig hoe we achterkomen. Ik ben heel benieuwd of de eerste geen buitenspel is, als ik heel eerlijk ben van hun. En de tweede is een beetje, dat is waar we de val wel vaker in lopen. Ja, en dan is maar de vraag daarna van, ga je hem maken, hebben we het geluk dat we terugkomen, wat ik net zei. En dan is het denk ik buigen of barsten voor hun. Nou, dan wordt het uiteindelijk barsten en dan is het 2-2. Maar dan krijgen we nog net niet genoeg tijd om misschien nog wel 3-2 te maken. Jeroen, hoe heb jij het als keeperstrainer vanaf de bank beleefd? Ik denk ook zoals de trainer het beleeft, dat is niet zo heel anders dan als keeperstrainer. Ik denk ook dat wij komen een beetje met geluk natuurlijk op 2-0. Dat doen we op zich wel goed. Dan valt die 2-1 wel heel snel. Dat is wel jammer voor ons natuurlijk. En dan is voor ons overleven, dat lukt dan aan het eind toe niet. Dat is jammer dan, want dan heb je toch het idee als je 89 minuten nog 2-1 voor staat, dat je toch de gelukkigste van de familie zal zijn. Maar dat is helaas niet het geval. Hoe is het om tegen elkaar te spelen? Oh, dat is altijd leuk. Ja, weet je, dat hebben we wel eerder een keertje gedaan. Maar het is altijd leuk. En het is meer voor de buitenwacht die dan twee dezelfde personen hier zit rondlopen. Dat die allemaal zitten te kijken dan dat het voor ons heel speciaal is. Wij zitten al 43 jaar met elkaar. Dus dat is niet zo bijzonder. Maar het is wel leuk om te spelen. Wie van de twee is de fanatieke, Jeroen? Ik weet niet. Ik denk dat we even fanatiek zijn. Dat niet zoveel uitmaakt. Maar het is natuurlijk een verschil in welke rol je zit. Koen hoor je de hele tijd langs de lijn. En dat is niet mijn rol. Dat stemmetje van hem hoor je vaker dan de mijne. Dus dat, als je dat ziet, dan is hij wat fanatieker. Maar dat heeft ook met rolverdeling te maken. Minste rode kaart heb ik, hè? Dus. Minste rode kaart langs de kant heb ik. Dus dat, Jeroen, jij bent natuurlijk keeper geweest. Tegenwoordig keeperstrainer. Wat vind jij als keeperstrainer van een roulatiesysteem met keepers? Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar ik kan me voorstellen dat als je keepers hebt met ongeveer dezelfde kwaliteiten, dat het een optie is om er zo mee om te gaan. En dat je dan langer de tijd krijgt om een keuze te maken. En soms heeft het ook te maken met de speelwijze van je team, hè, dat je team nog in ontwikkeling is en dat niet per se nodig is om daarvoor één met één vaste doelman te spelen. Dus ik kan me er wat bij voorstellen. Dat is een goede keuze van je broer? Het is zijn keuze, dus dan is het een goede keuze. Ja. Je werkt ook al een tijdje samen met de hoofdtrainer van Zuidvogels. Hoe bevalt die samenwerking? Ja, we zijn al een tijdje samen. Ja. Dus we hebben dat bij Putten gedaan, bij NSC en nu bij Zuidvogels. Ja, het leuke is van dat ik wel iets meer ben dan alleen keepers trainen. Dus op de bank ook. Dan hebben we het wel over wat doen we tactisch, hoe pakken we het aan. Ook afgelopen weken, hoe kijken we naar Scherpenzeel. Waar liggen onze kansen en mogelijkheden. En die hebben we vandaag wel gekregen zoals we dachten dat we ze zouden krijgen. Koen, jij hebt de opstelling en de structuur in balbezit een beetje omgegooid. Pakte het uit zoals je had verwacht? Nou, over 90 minuten lang wel, hè. Want dan zijn we uiteindelijk dominant en krijgen we de meeste kansen. Alleen, je weet ook altijd dat je tegen twee spitsen, waarin je 3-2, 2-2 speelt, dat het ook gevaarlijk kan zijn op het moment dat je in die duels komt te spelen. Ja, dat is ook twee keer gevaarlijk, dat klopt. Dat als je dan in een kansenverhouding daarin tegenover stelt, dat je, zij hebben nog een keer die goede kopkans van Hosmeij, die Stef prachtig pakt onder de lat vandaan. Hè. Dan is het denk ik dat zij misschien tot 3-4 uitgespeelde mogelijkheden komen, ten opzichte van wij misschien wel 7-8-9 keer dat wij het doen. Dus dan kan je zeggen, is het risicovol? Ja, het is risicovol. Aan de andere kant, het levert wel rendement op. En die laatste handeling voor de goal, die valt niet zo goed te trainen. Dus Brian krijgt er volgens mij 3 in de tweede helft. Ja. Weet je, daar ligt hij misschien van. Hopelijk ligt hij er vanavond niet wakker van, want dat gun ik hem niet. Maar het is wel jammer. En terwijl het prima uitgespeelde aanvallen zijn. Ligt de sleutel bij dit verfrissende Scherpenzeel dan in de diepgang en de backs aan de binnenkant? Vandaag moest het wel. Vandaag hadden we gewoon afgesproken, als we ze kapot willen spelen, dan moet je hem laten lopen. Moet de back aan de binnenkant komen. Ga je de buitenspeler aan de buitenkant zoeken en moet er één binnen door gaan lopen. En dan hoor je hem ook wel een paar keer schreeuwen. En dan gaan ze kapot en kom je er doorheen. Nou, dat lukt op een gegeven moment ook. Alleen is het jammer dat je dan al 2 tegen hebt gehad. Jeroen, jullie vechten natuurlijk voor elk punt. Kan je leven met dit punt? Oh ja, want de kansverhouding is zoals Koen het zegt. Dus en als je vooraf zegt tegen Scherpenzeel, je speelt 2-2 en je krijgt een punt, dan hadden we misschien wel getekend. Ja. Koen, wie gaat er denk je met het gelukkigste gevoel naar huis?
Mijn ouders, die zijn hier ook. En die zijn blij dat het rustig in de familie is.